Hey, dag beste kijkers en welkom op mijn kanaal Abdel United. Ik ben Abdel voor de mensen die mij niet kennen en we zijn terug vandaag met een molle video. Zoals elke woensdag op dit moment. Of in deze periode uiteraard. Maar wat voor een dus. Vandaag mijn mol is helemaal weg. Jeffrey is weg. Dus... wie is dan de mol, zou ik zeggen? Eerst en vooral de makers van het programma. Chapeau om het ons zo moeilijk te maken. Zoals Jeffrey zelf in Café de Mol heeft gezegd. De t-shirts die hij aan had, waren heel toevallig. Ook elke keer gelinkt met de opdracht. Heel toevallig. Hij wist het zelf niet, maar hij was misschien een van de goede mollen die iedereen op een verkeerde spoor zetten. Onder andere mij ook. Voor ik verder ga, laten we even naar een kort fragment kijken van de afgelopen aflevering. Playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horah. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Persoonlijk vond ik deze aflevering nogal een heel moeilijke aflevering om hier eens te kunnen uitgaan wie dat de mol zou zijn. Dus in deze aflevering ga ik geen uitspraak niet meer doen wie de mol zou kunnen zijn. Maar ga ik wel een aantal dingen overlopen samen met jullie. Zoals bijvoorbeeld de opdracht waar dat Pascal, Pieter en Katrien met de sombrero's moesten gaan zoeken. Daar is er mij toch wel iets heel opvallends gebeurd. Is iets vooral opvallends gebeurd, want Pieter was als eerste met de memory spel aan het spelen, of ja, aan het proberen. En hij had eigenlijk een foute keuze gemaakt, waardoor hij Katrien riep en Katrien draaide haar om. Maar in die tijd kon Pascal haar ogen op de sombrero's gehouden hebben om te weten wie waar was. Maar dat deed ze niet. Laten we even kort kijken. Als ze een fout maken aan het memoriespel, moeten de kandidaten van plaats wisselen. Ja. Oh, Katrien naar beneden. En aan elkaar doorzeggen waar de drie juiste dansers zijn. Op zich zou ik deze opdracht ook heel moeilijk vinden, want zoals we hebben gezien, blijven er elke keer maar heel wat andere mensen bij komen en met dezelfde hoedjes en dezelfde kleren. Dus het maakt het enorm heel moeilijk om eigenlijk die opdracht te doen slagen. Vooral ik zou zelf denken dat de mol tijdens die opdracht niet aanwezig was. Want ja, dit is een opdracht dat de mol automatisch zou weten dat die zou falen en niet zou lukken. Dus dan gaan we op naar de volgende opdracht, wat ik ook heel even bij stil wil staan. En dat is de opdracht met de piñanas. Dat is dit, die ga ik pakken. Klopt erop. Shit. Pech. Het is geslukt. Maar waar dan nog staat? We zijn juist bezig, Def. Jawel. Dus ze herkennen Lady Gaga. Ik dacht dat Lady Gaga was, dus blijkbaar Lady Gaga niet. Dan hadden we toch wel eens een beetje meer dingen kunnen omdraaien. Dat vond ik eigenlijk een beetje een vreemde opdracht, zou ik niet zeggen. Wel een leuke opdracht uiteraard, want ik zou ook wel heel graag op die piano's hebben geslaan. Maar hier en vooral Steve, of Steven, nogal heel moeilijk in muziek te herkennen, nogal heel moeilijk om de artiesten te herkennen. Ja, zou dit een molactie zijn? Of is dat echt gewoon puur omdat hij geen kennis heeft van muziek en van artiesten? Dit vond ik nogal heel vreemd, want ja, hier zag je dat Joke en Jeffrey echt de moeite deden om de juiste artiest, de juiste muziek te proberen halen. Maar Steven leek als een nommerik te gebaren van ik weet het niet, maar ik probeer toch maar een beetje meeneuriën. Maakt hem toch wel een beetje verdacht, vind ik persoonlijk. Maar hieruit kunnen we ook nog niet kunnen zeggen van Steven de mol is of niet.
Ik ga geen uitspraak doen in deze aflevering. Laten we gewoon even kijken naar de volgende aflevering. En wie weet maak ik dan terug een nieuwe uitspraak van wie de mol dan zou kunnen zijn. En als laatste, de test en executie. Wat was dit eigenlijk heel moeizaam voor iedereen. Iedereen moest een koffer met geld of geen geld bij zich nemen. Dan was de zekerheid er nog niet of de persoon weg zou gaan die heel veel geld zou meepakken en dus geld uit de pot zou gaan. Maar bij deze opdracht kan ik u wel zeggen dat de mol sowieso een kist heeft genomen met geld of heeft gekregen met geld. En dat de mol sowieso ook pasvragen heeft gekocht. Want ja, als niemand pasvragen zou gekocht hebben, dan zou er 3000 euro bij de pot gekomen zijn als de volledige pot mee op het vliegtuig zou gaan. Maar ja, logisch, het is een heel aanlokkelijke aanbod dat ze kregen. En de mol dacht van ja, die 3000 euro ga ik de groep niet gunnen. Dus ga ik er maar wat geld afdoen. Dat denk ik toch, dat de mol sowieso een kist heeft genomen en sowieso 1 of 2 pasvragen heeft gekocht om eigenlijk geld uit die pot te krijgen. Maar ja, wie dat dan zou zijn, is nogal moeilijk, hè, want er hebben verschillende kandidaten wel de pasvragen gekocht. Sommige 1, sommige 2. Dus dat maakt het moeilijk. Wie weet, de volgende aflevering komen we meer te weten over wie de mol effectief zou kunnen zijn. Maar het blijft toch spannend, spannend, spannend. Dan ben ik eigenlijk aan het einde van deze video gekomen. Alvast bedankt om te kijken. Vergeet zeker geen blauw duimpje uit te brengen mocht je dat nog niet hebben gedaan. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan even door op die rode abonneerknop te klikken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe vlog of de gloednieuwe molle video volgende week. Maar zoals ik altijd zeg, just be happy. Be proud and be yourself. Love you. See you. Bye.